lukt niet. Ja, je moet, in duurzaamheid moet batterijen sparen. Lampje brand, ja. Oh. Zo, koffie erin, lampjes uit. Tijd voor het vervolg van onze virtuele reis door de tijd. Voor de pauze heeft Otman ons meegenomen in hoe hij denkt dat het openbaar bestuur eruit gaat zien. In 2050. Maar ja, wat moet er dan bestuurd worden? Valt er wat te besturen? Hoe ziet dan die omgeving eruit die we gaan besturen? Daar gaan we het nu over hebben. Dus er zit wel een mooie rode draad in de dag van vandaag. De volgende spreker is een gewaardeerd lid van Rotary Club Berg. Dus daar ben ik best een beetje trots op. En hij is op achterhoeken. En ik zie hem nog 35 jaar geleden bij mij komen, want hij wilde graag een eigen bedrijfje beginnen. Hij wilde hovenier worden. Dus ik was getuige van zijn start. Hij heeft zich ontwikkeld tot, hij zegt het zelf, groen visionair. En wordt gevraagd in binnen- en in buitenland. Ook mag je zeggen dat hij een pionier is op het gebied van verduurzaming en de circulaire economie. Toen hij stond te roepen in de woestijn met al zijn ideetjes, werden die ideetjes weggezet als onnodig kostprijsverhogend. Maar ik kan u verzekeren, inmiddels is zijn boodschap geland en begrepen. Hij is mede-eigenaar van NL Green Label. Het woord is aan Nico Wissing bij de G. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja, heel graag. Ja, dankjewel. Wat fijn dat jullie naar mijn voordracht komen luisteren. Ik wil jullie vandaag meenemen naar de wereld van 2050 natuurlijk, maar misschien ook nog veel verder. En eigenlijk wil ik het verhaal houden over, omdat ik natuurlijk de eerste plaatje natuurlijk zag voor een half jaar geleden. Die zag er allemaal heel technisch uit. En dan denk je van zonnepanelen en staal en glas en beton. En ook heel erg computergericht en dergelijke. Ik hoop dat jullie vandaag een antwoord of misschien wel een idee kan meegeven dat wij van de natuur zouden kunnen gaan leren. En dat is eigenlijk mijn voordracht. En ik neem jullie mee iets over wat ik aan het doen ben in de Achterhoek. En dan over naar wat in de wereld momenteel aan de hand is. En als laatst eigenlijk zeg maar daar waar ik op hoop. En misschien waar met elkaar vanuit de Achterhoek en verderop, het district 1560, met z'n allen ongelooflijk aan kunnen gaan werken om die smoes van te maken. Ja, mijn naam is Nico Wissing, ik kom uit Mechelen. Wie kent trouwens Mechelen? Met GCH. Maar er valt er wat afstand, dus GCH. Ja, nou dat wordt wel wat minder. Maar het is in ieder geval 7 kilometer hier vandaan. Ik heb daar een ontwerpbureau. En daar werken een man of 12. En in Doetinchem ben ik eigenaar van het bedrijf NL Green Label. Sorry, van Green. En in Mechelen zit NL Green Label. En hij doet het niet. Je moet daar op richting niet dan? Daar. Ja. Goed. Ik neem jullie mee naar hele verrassende voorbeelden van nieuwe tuin- en landschapsarchitectuur, stedenbouw, dan nog niet. En die gaan wel heel ver. Deze stad ga ik binnenkort bezoeken, over 14 dagen. Want in de buurt daar heb ik een project, ik ben met een park aan het ontwerpen. En dat is in de buurt van Chengdu. Maar deze stad wordt momenteel gebouwd en wordt in 2020 opgeleverd. En het is een Italiaanse architect, Stefano Bordi. Ik zal straks wel een klein filmpje laten zien hoe het eruit gaat zien. Ik ben eigenlijk wel met een vroeg geboren. Ik ben bij Fernhorst op de kwekerij groot geworden. Ik was als klein jongetje, 8 jaar oud, ben ik begonnen op de kwekerij. En de eigenaar van de kwekerij meende werkelijk wel, zeg maar, de oude meneer Hein Fernhorst meende dat ik toch wel goed bloed had en dat ik in het vak moest blijven. En dat is ook zo gegaan. Ik heb eigenlijk wel werken een leven lang al in dit vak. En zoals Jan net al zei, ik kwam bij de bank en Jan heeft mij geholpen, dat is wel leuk. Maar ik had een ontwerpbureautje, dat kreeg ik dus 500 schulden ter ontwerpje. Zei, is dat nou nodig om dat allemaal te ontwerpen? Dat kun je wel zo aanleggen. Maar ik heb dat toch volgehouden, want ik denk het is toch belangrijk om dat wel te doen. Maar ik kon natuurlijk niet van 500 gulden wel per ontwerpje leven. Dus ben ik een overdienstbedrijf gestart. En zo kwam overdienstbedrijf Nico Wissing van de grond met het ontwerpbureau erbij.
maar dat groeide heel bij de hand tot 50 man personeel. En voor een jaar of 10 geleden heb ik dat gesplitst in verschillende bedrijven. Er zijn 3 bedrijven uitgekomen. Eén is Green in Doetinchem, daar werken een man of 35 en die leggen tuin aan, onderhoud. Een andere studio, Nico Wissing, dat is mijn eigen ontwerpbureau geworden. En daar werken gelukkig inmiddels wel tegen goed betaalde job, landschaparchitecten, ingenieurs. En NL Green Label, en dat is de beweging die wij vanuit Mechelen opgezet hebben om onze leefomgeving te verduurzamen. En L staat voor Nico en Lodewijk. En Lodewijk staat voor Lodewijk Hoekstra. En nou, daar ga ik niet te ver op in, maar dat is de man van de tv die ooit aansprak van zou het niet beter zijn om dingen niet te doen. En dat was echt een stap wel wat ons geholpen heeft om de beweging op gang te brengen dat wij onze leefomgeving anders in zouden kunnen gaan richten. Nou, mensen die mij kennen wel weten wel dat ik een hekel heb aan een netheidssyndroom, het opruimen, het constant zeg maar najagen, een soort van netheidsdroom, gladde zonnetjes, alles doodspuiten, geen madeliefjes. Bomen mogen niet krom zijn, moeten allemaal netjes geschoren en geknipt worden en veel kunstmes, veel bestrijdingsmiddelen. Gewone paardjes en dergelijke. Ik denk dat we juist wel zeg maar de natuur weer moeten gaan omarmen en dat we daarvan moeten gaan leven. En dat geldt ook voor de creaties. We zitten, en dat was net in de voorstelling heel mooi te zien, in onze hersenhelft zitten we heel erg rationeel nog te denken. En we poppen spullen op en daar waar we makkelijk aan kunnen komen, bouwen we zaken van. Maar volgens mij moeten we naar die wereld toe, zeg maar, waar eigenlijk onze besef dat wij deel van die aarde zijn, dat we dat mee gaan nemen. Omdat we eigenlijk wel het organische wel wat in ons zit, of misschien het aardse, of het groen wel waar je misschien heel rustig van wordt, dat we veel meer gaan herkennen en dat we dat als zijn diensten, creaties en nieuwe ideeën op gaan pakken. Ik heb inmiddels 5 boekjes mogen, of 4 heb ik gemaakt. Eén is zeg maar, dat is misschien wat meer belangrijke, met de bokshandschoenen, dat is sparren voor een duurzaam leven. Dat is nu 6 jaar geleden en dan moest je echt nog opboksen zo van, kom nou, begrijp nou mijn verhaal. Ik wil graag aan je vertellen wel van wat er aan de hand is en hoe we dat zouden kunnen veranderen. Handboek voor een leefbare of duurzame leefomgeving was zeg maar de meest rechtse. En eigenlijk, de mooiste is misschien wel in het midden, dat is het boekje van de VRG, ik zal even pointen, ja daar die. En dat is het boek De Levende Tuin. Dat is toch wel heel raar, die is geschreven voor hoveniers. Een tuinlandschaparchitect om te leren dat ze groener en minder vernietigend moeten zijn met het inrichten van onze tuinen, landschappen, steden, groenvoorzieningen, of maar groen, noem maar op. En dit is wel een hele mooie, ik kom straks even terug. De Sustainable Urban Delta, dat boek heb ik mogen maken voor het ministerie van Economische Zaken. En dat zal ik u daarover vertellen. Dit is mijn leefomgeving in Mechelen, toen voor 23 jaar geleden ben ik gebouwd, heb ik zelf ontworpen. Het bouwde, namelijk was wel 3 stappen te ver. 45 graden groendak. En de meeste mensen zeiden tegen me, dat kan ook. Dat gaat niet. Hè? Dat schuift eraf enzovoort. Maar we zijn met busladingen naar Mechelen toe gekomen om dit te bekijken. Nu is het heel gemeen goed geworden. Groene daken wordt echt steeds meer toegepast. Maar het heeft heel veel voordelen. Hè? Groene daken, minder wateroverlast, 50-60% minder water. Ecologische stapsteen, minder hitteoverlasten. Als je normaal mastiek hebt, heb je heel veel hitte wel wat gecreëerd wordt. En zo zijn we natuurlijk vanuit de natuur, en dat natuur heel veel dingen op kan lossen. En dat stukje wereld wil ik jullie meenemen. Ja, we doen ook heel graag wel experimenteel, land art, kunstenaars, ruimte. Hoe geven we richting en invulling aan ruimte, koken, muziek. En ja, elk jaar hebben we wel 1 of 2 van dit soort events in onze landschap, in onze tuin. Om die met elkaar te delen en om daarvan te leren. En ja, mijn passie is natuurlijk mijn eigen tuin, dus dat is natuurlijk makkelijk dan. Dus je mag eigenlijk, wat je dan creëert, dan komt dan zelf in je eigen tuin heen. Dus plantencombinaties en ja, waar je blij van wordt. Tuinen. De tuin van Piet Oudolf, althans Piet Oudolf is mijn hele grote voorbeeld. Ik heb ook een hele goede band met hem, maar daar heb ik heel veel van mogen leren. In de loop van de jaren ben ik ook veel op reis geweest en vaak gevraagd op internationale festivals om een soort van catwalks. Je hebt natuurlijk catwalks voor de mode-industrie, maar zo heb je ze in de tuin landschaparchitectuur ook. En dan zitten we heen op de Chelsea Flower Show en in Nagasaki heb je een grote show, Philadelphia Flower Show. In Melbourne zit er een,
in Singapore, binnenkort weer aan de orde. En ik heb heel veel van deze projecten mogen doen wereldwijd. En ik ben in 2010 ben ik hier wereldkampioen geworden. En dat was eigenlijk een ontwerp, 65 jaar na de atoombom. Er zit een heel verhaal achter. Dat vertel ik u misschien ook een keer later, want er zit een nogmaals een hele filosofie achter. Maar dat was best wel trots op. Wat ik ook heel trots op was natuurlijk wel dat de koning en de koningin hier op de Dru in zeg maar een windmolenblad, hè, die ik verwerkt had in een park in Berlijn, dat de koning daarin ging zitten. Dat was dat is wel een van de highlights. En het allermooiste is misschien wel, vorig jaar was ik in Amerika, daar heb ik 3 prijzen gewonnen. Maar dat was dan niet zozeer de vormgeving misschien, want dat deed het natuurlijk wel toe, begrijp ik wel. Maar het allermooiste wat bovenkwam is dat ik de boodschap kwijt kon over het verduurzamen van onze buitenlanden. Moet je voorstellen, Amerika, gladde opritjes, gladde zonnetjes, grote barbecue plekken en enorme terrassen en hele grote pergola's, maar weinig duurzaamheid. En ik heb 2 pagina grote stukken gehad in de New York Times en in de Washington Post. En dat vond ik wel zo krachtig, wel dat ze begrepen wel wat de boodschap was. Want eerder ging het alleen maar over van, hoe mooi is dat vormpje dan, weet je wel, of welk plantje heb je daar gecombineerd. Maar nu ging het echt om die boodschap wel van, wat kunnen wij nou doen om onze leefomgeving te veranderen. De Ecodom mocht iets maken wel met het ministerie van Economische Zaken, om eigenlijk een antwoord of in ieder geval een verandering in te luiden. Dat we niet alleen maar met klompen en molens wel onderweg zijn in de wereld, maar dat we veel meer te vertellen hebben. Dat we met duurzame producten zeg maar de wereld vanuit Nederland kunnen laten zien, een soort showcase. En in Amsterdam waren hier de ministers van Landbouw waren verzameld om daar een meeting te hebben. Dat is nu 2 jaar geleden. En hij is daarna naar Amerika gegaan. Hij staat nu in Jakarta of in Bogor in de Botanische Tuin. Dit zijn projecten die ik heb mogen doen. En ja, de achterhoek is echt experimenteel. En die hebben ook bestuurders wel die dat ook zien. Dat vind ik zo leuk. Want dat mag ik best weten dat ik... Ik had het net met ons in de ogen dat het echt die ruimte wordt gegeven. Want voor 10 jaar geleden zei de dijkgraaf tegen me van, ik wil een landschap hebben zoals jij dat in je hoofd hebt. En dat hebben we gewoon compleet met natuurontwikkeling rondom het waterschapsgebouw een landschap gecreëerd waar heel veel universiteit naar voren kwam. Waar je kunt lunchwalken, waar je kunt zitten, waar je kunt verwonderen, waar je mensen kunt ontvangen. Een totale andere mindset, zeg maar, hoe je een landschap in zou kunnen richten. En compleet klimaatbestendig. Wat met Henk Aaldering voor 5 jaar geleden in Hengelo, Gelderland, een landschap gemaakt wat die een compleet hybride landschap is. Dat is niet een platenveld waar alleen maar winst voor 1 persoon is, of 1 partij, dus de grote macht van de wereld, maar juist zeg maar, je komt in een ruimte en je deelt met elkaar wel de profit. En je laat mensen meer profiteren, maar niet alleen in geld, maar ook in biodiversiteit. Of dat mensen meer kunnen doen in de sociale domein, dat mensen een taak krijgen, dat wordt het feit dat er een zonnepark gekomen is. Dat maakt heel veel uit. In dat zonnepark in Hengelo, daar zit een speelplek voor kinderen. Daar zit een plek voor de buurt. Een bijenhouder, schapenhouder, voedselbos, fruitbomen. Geen hekwerken, maar meidoornhagen. Er zit zoveel biodiversiteit in dat de Universiteit van Wageningen nu metingen aan het doen zijn hoeveel biodiversiteit toename hier ontstaan is rondom het zonnepark. Dat neemt misschien die druk wel van al dat gekrakeel over zonnepark ook weg. Want over 25 jaar zal er een heel ander paneel zijn waardoor er een prachtig stukje natuur overgebleven is. Misschien kunnen we veel compacter of veel meer energie in hetzelfde veld opwekken. En dat geldt ook voor de Amsterdam-tuin. Burgemeester Keizer, die zei van, die Floriade-tuin van Venlo, die je gebouwd hebt, dat wil heel graag mee in de stad bouwen. Die heeft hij ook gedaan. En wat nou zo mooi is, ik heb voor een maand geleden van de wethouder gehoord, Peter Drent, dat de tuin verdubbeld gaat worden, midden in de stad. Het was voor 2 jaar geleden de beste plek in het centrum. En wat nou zo leuk is, wel dat je met groen, de sociale cohesie is zo toegenomen. In het verleden wel was de plek achter de veentjes in Doetinchem, mensen herkennen, een soort van no-go gebied. En nu zit daar zoveel dynamiek, groen verzacht, groen maakt mensen gelukkiger, groen verbindt. Maar ik ben niet zo'n expert met je. Kijk, nou, er zijn nog een paar plaatjes, we zijn hier op de Dru. Daar ben ik ook heel erg trots op wel dat ik daar mee aan mogen werken, misschien al 10 jaar, misschien al 12, 14 jaar. Maar in ieder geval, wat is eruit gekomen? Dit waar je vandaag hier in zit, in het park en wat je vanmiddag gaat beleven.
En we hebben het voor een jaar of vijf geleden naar de internationale biennale in Rotterdam gebracht. En het werd tot een van de beste gebiedsontwikkelingen wereldwijd gezien. Daar ben ik trots op dat ik daar mee bij betrokken ben geweest. En dit is ook een heel mooi wapenfeit. Ik heb dus in de stad in Doetinchem een van de grootste daktuinen, 7200 vierkante meter daktuin, kunnen creëren midden in de stad in Doetinchem. Dat zijn dan prachtige voorbeelden vanuit de Achterhoek, wel waar ik ook zelf ook heel erg trots op ben. Nou, waar we momenteel aan werken is het Slingeland Ziekenhuis. Dat is op zich al een verhaal. Ik doseer ook veel aan de Universiteit van Delft, jonge studenten, maar ook de hogescholen van Haal Larenstein, waar we regelmatig studenten van hebben. We laten het gebouw te gast zijn in het landschap. We hebben de piramide compleet omgedraaid. Niet eerst de architecten, dan de bestuurders en de juristen en de wetgeving en noem alles maar op. Maar aan het eind, dan moet ik dan decoratief nog een landschapje omheen. Omdat het buitenstedelijk is, wel in een kwetsbaar gebied, hebben we de piramide omgedraaid, ben ik al 3 jaar onderweg en vorig jaar is pas de architect gekomen. Heb de zaak helemaal omgedraaid en heb het gesprek, de dialoog zijn we aangegaan met de ecologie, met de provincie. Hoe kunnen we het nou beter doen? Hoe kan dat nou het gebouw, zoals van dat we alleen zeggen van, en ik wil wat in die ruimte, en we laten een bulldozer komen en we schuiven alles aan de kant en die beek is weg, die boom is weg, de haren zijn weg, de grond is kapot. En decoratief moet er nog wat boompjes ingeplant worden, met veel boompalen. Moet je eerst een boom laten groeien om een boom vast te zetten, moet je zo over nadenken. En dus maar dat soort dingen wel, willen we eigenlijk vanaf. En zo mag ik nu ook bij de Belencampus in Aalten heb ik een plan gemaakt. Deze woonwijk is gekomen in Zevenberg. Dat is een 0 meter woning, maar, of een complex op woonwijk. Maar waar van de 21 versteende tuinen nu 19 groentuinen zijn ontstaan. Gewoon puur omdat we met elkaar in dialoog zijn gegaan. Van wat betekent nou dat groen voor je in je leven? Dit wordt het nieuwe agrarische opleidingscentrum midden in Doetinchem. En daar heb ik zeg maar ook aan mee mogen werken om dit plan te maken. De entree, de voorbereiding, dat nou, alles wat er is. En als laatste, en volgens mij gaat Jan daar straks ook heel erg op in, dat is de Stadshub, een jongerenhotel aan de rand van Doetinchem bij, althans tegenover het station, waar dadelijk jongeren, start-ups met elkaar in verbinding komen, mensen vanuit de wereld, stagiaires, om met elkaar zeg maar de highlights, wel voor één van de Achterhoek, maar misschien wel de kansen voor de toekomst, met elkaar te kunnen delen. En ik ben betrokken bij de Floriade. En dan moet ik snel door. Volgens mij wil iemand mij een beetje in de gaten houden, want ik ben. Ja, dat is goed. Mooi. Floriade zegt niks van. Er zit Winnie Maas op uit Rotterdam. Hij heeft een prachtig mooie plan opgemaakt. Degene wel die Winnie Maas was volgen bij de Wereldrijd Door zit hij nog wel eens. Paul Winneman zie je nog wel eens verschijnen. Maar hij heeft hele goede ideeën, wel architectuur en groen voor Nederland. Hij is een van de beste architecten in Nederland die dit verhaal snapt. En als laatste, ik ben bezig op de TRU met 20-tal bedrijven, waarvan 7 hoofdbedrijven eigenlijk, zijn we aan het creëren een park voor de toekomst, een park 2.0. Dat betekent dat high-tech en park aan elkaar geknoopt worden. En dit is misschien wel een beetje de verbinding van de plaatjes die daar gaan komen. Dit zijn wat uitwerkingen die ik zelf gemaakt heb, want volgens mij moeten wij de toekomst nog helemaal gaan creëren. Het zit nog helemaal op slot. Het wordt het dogma van straatwerk en dezelfde schuttingjes en dezelfde materialen, dezelfde meubeltjes, dat blijft maar doorgaan. Terwijl een tuin ongelooflijk dienstbaar zou kunnen zijn, wel voor een hele andere nieuwe invulling. Voor meer biodiversiteit, klimaatbestendiger, beter voor de mens, betere energie. Nou, hier willen we natuurlijk naartoe. Dus dat het landschap, de monocultuur, en daar zie je de Achterhoek wel een issue. Maak me heel veel zorgen over. Hagen verdwijnen, bomen verdwijnen, wordt heel veel gespoten. De teruggang van de biodiversiteit is echt een driekwart van onze insecten zijn we kwijt, maar ook van onze vogels. Dat we veel meer gaan werken aan een natuurinclusieve landbouw. En daar zijn ook gelukkig zijn de werkgroepen nu bezig, ook vanuit de Achterhoek, om dat helemaal op te gaan pakken. De bodem is helemaal dood. Eigenlijk de ruggengraat van een agrarisch bedrijf is gewoon sterven door het feit dat ze constant spuiten en te weinig. En veel te veel bomen kunstmest opbrengen. Levensgevaarlijk voor ons allemaal. En we moeten dat veel meer uitdragen. Wel. Ook naar, we kunnen het ook niet maken, onze kinderen en kleinkinderen. Je kunt niet alleen maar nemen. Je moet gewoon beter dingen teruggeven. De stad van nu, die kent natuurlijk heel veel problematiek. Dus
stad van nu is vervuild. En die mens, het gaat heel veel over geld, over gemakzucht, over verpakkingen. Over een paar grote spelers in de wereld, Nestlé, Procter & Gamble, noem maar op. Er zijn zo weinig, zijn er zeg maar, andere spelers, zeg maar, kleinschaliger in zicht. Dat moet allemaal, moet het één smaak, één kleur en het wordt maar doorheen gekropt. Daarnaast natuurlijk steden wel heel veel, veel mensen natuurlijk, wel die op een kleine plek wonen. Weinig kwaliteit, en zeker op het gebied van groen. Maar daarnaast veel criminaliteit en vandalisme. Wat de stad heeft, misschien heb je de verhalen kunnen lezen over Kaapstad, dat er helemaal geen water meer is momenteel. En dat neemt alleen maar toe. Maar ook in Europa, de middenlanden van Spanje, die zijn kurkendroog. En in Frankrijk die dat ook toe te nemen. We moeten water in de stad vast gaan houden. Dat kun je alleen maar op één manier, en dat is veel groen aanbrengen. Vasthouden, infiltreren, op die plek houden. Dat betekent wel dat er minder hit in de stad is. Als er meer verdamping is, wel, wordt het koeler in de stad. Het is op alle vlakken beter. Smog is natuurlijk een heel groot probleem aan het worden. En zeker wel in China, India, waar echt dagen zijn wel dat je geen hand voor de ogen ziet. Nou, de wateroverlast, hè. We kennen alle de voorbeelden wel van Amsterdam, van 3 jaar geleden, die pijp stond helemaal blank. Maar Kopenhagen hebben becijferd dat 1 miljard schade ontstaan is door het feit dat het alleen maar bestraat was. Bestrating, verdichting, te weinig groen. Als er een boom in staat, dan valt die druppel al heel anders over die blaadjes. Als er groene daken zijn, heb je al 40, 50%, 60% minder waterafstroming. Dus alleen al te kijken wat het in het model zit wel, hoeveel geld verspild wordt wel aan de verkeerde kant wel, waardoor je het met groen wel compleet anders op zou kunnen lossen. Dat geldt voor mobiliteit. Wie had nou verwacht dat er in Duitsland een verbod zou komen op diesels in steden, binnen stedelijke gebieden? Dat is bijna. Maar gelukkig maar, dat de inzichten, ik denk dat we in de kanteltijd zitten, maar dat er wat aan de hand is, dat is wel zeker. Hier heb ik ook in de diepte wat meer lezingen over. Stel u gaat naar een tuincentrum en u haalt een zakje postgrond, dan is dit uw effect. U haalt een dreklijn, een wagonlading met veen, weg uit Rusland, wel te staten. Wordt in een plastic zakje gepropt, vol met inkt gekleurd, voor nog geen 2 euro bij elke supermarkt die u wilt. Dan wordt daar een geranium in gezet en in november verdwijnt een stukje natuur in een container die waarschijnlijk nog op de verkeerde kant terecht komt ook nog en voor de eeuwigheid de zaak verstoord heeft. Maar als ik wel even doorgaan, want er zit nogal wat in, waar bijvoorbeeld het terrasje van tropisch hardhout. Dit is uw effect. Het huis van de aap wordt gesloten. En de dieren en de ecologie. En we zitten op een prachtig mooi terrasje. En denken, ik heb een hele goede hoeneer gehad. En die heeft zo'n mooi terrasje en zo'n mooie hardhoutpalen gezet. Dit is het effect. Dus die achterkant van de tuin- en landschaparchitectuur, die laten we ook heel graag zien. Waardoor het verhaal wanneer zichtbaar wordt, weet je ook zeg maar wat het doen en laten is. Hoe lang heb ik er, Jan? Wow, dan moet ik echt jaren. Nou. Dit is de stad van de toekomst. En ik wil jullie even meenemen naar. Dit is de architect Vincent Calvo uit België. En die heeft voor de stad Parijs heeft hij een visie gemaakt. Wel naar op zoek zijn. Meer harmonie met elkaar, minder op geld gefixeerd, eigendom, bezit. Maar ook in het voedsel wel. Voedsel zal heel anders geproduceerd gaan worden. Zoals we nu doen met die landbouw, met 1 laag, met 1 soort sojapap, met 1 soort kunstmest, 1 soort zaad. Er zijn 10 miljoen soorten zaad in de wereld, maar we hebben er maar 30 wel die we toepassen. Misschien maar 20. Mais, soja,
En ze zijn zo slecht in elkaar gezet, of zo slim in elkaar gezet, dat je er niks mee kan. En heel slecht voor insecten, omdat wanneer een insecten naartoe vliegt naar zo'n zaadje, gaat die dood. Omdat ze gekood zijn. Dat is natuurlijk dramatisch. Dus onze nieuwe wereld is gewoon een hele goede kans. Bijvoorbeeld deze, dat is het oceaanlandbouw. Je hebt geen nutriënten nodig, die zijn er al in de zee. Je hebt minder warmte nodig. Het is constant, gewoon een constante omgeving. Je hebt geen gas nodig, je hebt geen water nodig. Dus enorme kwaliteit. De eerste landbouwproject wordt nu gebouwd in Spanje. En een van onze mensen van NL Green Label, van de Wetenschappelijke Raad, is Bob Ursem van de TU Delft. En die is hier heel nauw bij betrokken. Het wonen, we hebben net ook op allerlei vlakken al iets van gehoord en gezien. Dit is Almere. Dat zijn de eerste schetsen voor 2022 van Winnie Maas. Maar zo zal ons wonen en ons leven eruit gaan zien. En een huis is niet alleen een dak boven ons hoofd en alleen energie trekken. Nee, ons huis zal energielevend zijn. En ons huis zal ook zeg maar zuiverend zijn voor de omgeving. En zal voedsel kunnen produceren. En dat zie je misschien wel terug in kassen gecombineerd met huizen. En dat geldt voor energie. En Otto vertelt heel veel meer over energie en solar en allerlei kansen wel die er zijn. Maar ook mobiliteit. Dat we zweven daar, we vliegen daar, we gaan op allerlei vormen en nieuwe manieren. Elektromagnetisch, maar ook zeg maar het laden op het asfalt, zodat je niet meer naar laadpunten hoeft te gaan. Maar ook sterker nog, bijvoorbeeld onze, als dan toch sportvelden gemaakt moeten worden, dan worden ze met drones wel gemaakt. En die zijn nu al opkomende. En dus zelfs de vliegende auto. Nou, dit zijn misschien wel de nieuwe beroepen. Ik heb er maar een beetje op mijn eigen gebied betrokken. De diepzeeboer, of de zwevende tuinman. Of de lichtkweek, of de dakboerin. Maar er zijn heel wat kansen wel in het groene vak wel die er gaan komen. En dat zijn de toekomstimpressies wel die jullie net al zagen van Calvo. En ik zal jullie nog verder meenemen. Dit is er eigenlijk al. Dit is Gardens by the Bay in Singapore. Dit zijn koelbomen, cool trees. Wat koele lucht wel naar binnen, of de warme lucht naar binnen te bezorgen en afgekoeld in de bodem en weer de stad in geblazen. Dit is Royal Park op in Singapore, of Park Royal, sorry. Hele grote daktuinen zeg maar aan die hotelkamers. Onwaarschijnlijk, dit is het Across gebouw in Japan. Apple heeft 8000 bomen rondom zijn eigen kantoorgebouw of gemaakt. En dit is natuurlijk de Highline New York. Wel, moest kijken wel wat een prachtige vinding, alleen die innovatie al om in de metrobaan grond te brengen en daar zeg maar een ongelooflijk mooie groene lomp was die stad in te trekken. En dit is aanstaande in Utrecht. De eerste bosflat komt op van Stephanie Boer, die wel van dat filmpje, het eerste filmpje van, of die foto van me. Die gaat in Utrecht deze stad bouwen. Maar dit is Park 2020 in Hoofddorp. Dus we zijn wat dat betreft in Nederland ook heel sterk onderweg om dat te veranderen. Maar het zit er gewoon aan te komen. En dat geldt ook, deze is in Taipei net gebouwd. Ik wil graag dit filmpje met jullie meenemen. But a forest is much more than what you see. Underground, there is this other world. A world of infinite biological pathways. Wat hiermee wil geven zijn, wel dat wij kappen een boom, maar ik had jullie vanmorgen willen vragen, wie heeft de laatste tijd nog een boom gekapt? Ik denk, daar zou ik jou nog vragen. En soms moet het, maar heel vaak hoeft het niet. En eindelijk dan wel dat ik jullie mee wil geven, want is dat de nieuwe tijd geeft ons zoveel inzicht. In 20, 30 jaar weten we zoveel over planten, over de groei, over de fotosynthese, maar ook over complicatie. Dus wij kunnen straks, we gaan straks wel heel anders met bomen en planten om. Ik noem het maar het groene volk. Dus de kennis van de planten neemt enorm toe. Kruidje roemen niet, waarom is kruidje roemen niet? Hoe kan het nou dat die bladeren bewegen? Of waarom bloeit een bamboe één keer in 130 jaar? Allemaal tegelijk, wereldwijd. Hoe is dat nou mogelijk? Of jullie hebben misschien wel eens gehoord van de koedoer in Afrika, die in zeg maar, een reservaat gezet werd en die allemaal kapot gingen, omdat ze aan een acacia vraagden. En dat ze altijd met de kop in de wind staan. Dat komt omdat ze die planten met elkaar communiceren, die gaan gassen af. En
vitamine in die planten nam enorm toe, waardoor die beesten doodgingen. Dus planten communiceren, alleen we kunnen dat niet zien. En daar wil ik jullie meenemen. Het gaat wat te diep om daar nou helemaal door te gaan. Maar er blijkt microlithia in de bodem. Mensen die mij kennen wel, ik maak me ontzettend veel zorgen over de bodem in de afdeling. Alles zeg maar, levert de materie wel wat in de 30, 40 centimeter zit, daar weten we bijna nog niks van. Dat wordt helemaal doodgemaakt, compleet. En daar moeten we veel zorgzamer mee omgaan. En ik ben bijna zeker dat dit leidt tot een collapse straks. Dat we gewoon het implodeert, dat we een enorme crisis krijgen, omdat het niet meer te herstellen is. Dus wij, vandaar dat ik ook jullie vandaag mee wil nemen in een heel andere wereld, het parlement der dingen. Dat je dingen een stem geeft. We hebben dan het parlement voor de dieren, hè? Die is er. Hebben we voor 10 jaar geleden gewoon weggelachen. Maar ze hadden toch wel zetels deze keer weer. Maar het parlement van de groene volk komt er ook aan. Alleen ze praten niet. En als je ze omzaagt, spuit er geen bloed uit. Maar we weten niks. We zijn zo plat als een dubbeltje. We verwoesten alleen maar omdat we voor eigen nut het allemaal willen. En we kunnen zoveel leren van die natuur. Biomimicry zal de ochtend straks wel iets meer op ingaan. Maar bijvoorbeeld de ijsvogel versus de Shinkansen in Japan. Of een leerfant, misschien de machtigste in het midden. Het lotusblad versus de autowas op je ruiten. Maar er zijn 100.000 hebben de Durian versus gebouw in Singapore. Waardoor het een stuk koeler is dan het hele gebouw wat daar gezet is. Dus de wetenschap van planten wordt steeds groter. En mijn betoog, en dat wil ik vandaag aan jullie meegeven, ik denk dat er straks geen dingen uit materiaal gemaakt worden, maar dingen uit de natuur gaan ontstaan. En dat er materialen gaan komen, zeg maar, die vanzelf groeien. En vanzelf helend zijn. En zelf ademen. Net zoals hier de huidmondjes. Daar weten wij bijna niks van. Van de fotosynthese veel te weinig. Of misschien wordt het dan niet gedeeld. Er zijn veel professoren die daar heel veel van weten. Alleen ze krijgen bijna geen platform. Dus die eenheid met die natuur, die gaan we vinden met elkaar. En die moet er ook komen, anders gaan we het absoluut niet overleven met ons 9 miljard of misschien wel 10 miljard tegen die tijd. Dus we zullen zeg maar oplossingen moeten gaan vinden, wel die zo dicht bij de natuur staan, dat ze weer heel gewoon zijn, of niet verstorend zijn, of weer terug in die natuur gaan. Nou, en dan heb ik nog maar helemaal niet over krachten zeg maar, die natuur kan bouwen. Over bepaalde vormen, houtstructuren, krachten of treksterkers, duwsterkers, structuurtjes wel die gemaakt worden. Dus wij kunnen ongelooflijk veel gaan leren voor de toekomst. Nou, hier wil ik eigenlijk dan mee eindigen. Dus mijn huizen zien er iets anders uit dan die plaatjes wel die we straks zagen. Dus het wordt misschien wel een woningen, woonwijken, die compleet organisch zijn. Die zo dicht bij de natuur staan, dat ze straks, of zou kapot gaan of niet, gesloopt worden of niet. Ze maken niks kapot voor die wereld. We zijn één geworden wel met die natuur, in harmonie met die natuur. En dit is de stad wel waar ik dan binnenkort op bezoek ga. Dus de toekomst ligt al heel dicht bij ons. En dat de stad straks heel anders gaat werken. Hij gaat energie leveren. Hij gaat vervuiling uit de lucht halen. Hij gaat schone lucht verbrengen. Hier staan 30.000 huizen zeg maar, in deze woonwijk geplant op. En aan vevels en gebouwen als zijn de groen. Hier wordt 30.000 ton CO2 uit de lucht gehaald. En tienduizenden tonnen naar zuurstof weer teruggebracht. Dus groen is gewoon ontzettend belangrijk voor ons toekomst en om te overleven. En eigenlijk wel dit klein filmpje wel toont het heel erg mooi aan. Er zitten allerlei factoren op mobiliteit. Het zal compleet anders gaan worden. Wel, wij gaan energie leveren. Alles wat we doen heeft een effect. Wanneer je in een ruimte komt, moet je kernkwaliteit achterlaten en niet alleen maar voor gezicht dingen wel gaan nemen. Je zult eigenlijk met elkaar zeg maar, het effect, of het dan zeg maar, positieve effect, uit de dingen die je gaat creëren, zou je mee moeten gaan nemen. Het betekent eigenlijk wel dat wanneer je in een ruimte komt en je gaat dat doen, moet je iets toevoegen aan hetgeen wat je graag zou willen. Niet alleen maar geld verdienen, maar al die andere kwaliteiten, natuur, landschap, biodiversiteit, klimaatbestendigheid, energie, maar uiteraard ook natuurlijk het beheer in de lengte van daar. En tot was mijn betoog, dank u wel.
meteen weglopen, Nico. Geweldig betoog. Schitterende mooie beelden. Ik heb even erin schrijven, want dan kan ik wat zinnen roepen. Groen verbindt en maakt gelukkig. Wat een mooie zin, man. En de toekomst is vandaag begonnen. Je hebt plaatjes laten zien die soms heel futuristisch aanleden, maar die eigenlijk al bestaan, die we kunnen bezoeken. Je had het over de opgeschreven, het parlement, de dingen, het groene volk. Of je hebt nog één elementje wat je misschien niet toch toepassen. Dan heb ik ook een minister van Groen nodig. En ik heb een goede kandidaat. Timo, dank je wel. Voordat ik bij jullie Otto ga in de knopjes dit zetten, dat moest ik nog wel. Voordat ik jullie de laatste spreker ga introduceren, toch nog even attentie voor de toetjes nu. Want straks begint de pauze en ongeveer 30 of 40.